Dag dames en heren, zoals u ziet ben ik vandaag weer eens aan de beurt om de aardappels te schillen. En dat is dit keer, let op, de Hollandse doree van het eiland Tole. Gekocht hier op de markt in Spakenburg. En bedankt weer. Goedemorgen. Kunt u eens wat vertellen over het bedrijf? Ja, het bedrijf is al een heel oud bedrijf. Dat mijn vader opgericht, net na de oorlog. En toen met nog twee broers voortgezet. En inmiddels zijn we al alleen over dan, maar ja, dat komt door de tijd heen. En we zijn echt gespecialiseerd in Zeeuwse aardappelen en zo. Ja, ja, ja. Vandaar. En jullie verbouwen dat allemaal zelf? Nee, niet veel hoor. De meeste hebben we echt boeren die voor ons telen, zou ik maar zeggen. Veel op de Zeeuwse en de Zuid-Hollandse eilanden. Ja, ja, ja. Die ze voor ons gaan telen, bepaalde soorten. En dan sorteren en dan nemen wij ze mee naar de markt. Ja, ja, ja. En jullie gaan het hele land door? Nou, nee, meestal in Zuidwest-Nederland. Spakenburg is wel een beetje een uithoek voor ons eigenlijk. Maar wel een leuke markt en een gezellige markt. Dus we doen het graag. Ja, want de Spakenburgers die houden wel van een lekker aardappeltje, geloof ik. Ja, die worden wel gewaardeerd ook hoor. Ja, ja. En zeker de oudere garde hebben graag een, wij zeggen dan bloemig en hier zeggen melige aardappels, zou ik maar zeggen. Maar die wordt hier wel veel gebruikt nog. Vindt u nou het lekkerste aardappeltje, meneer? Een kruimige aardappel, niet al te kruimig. Het moet niet uit elkaar vallen. En het soort? En eigen hemmer eigenlijk, als die er is, het begin. En die eet u dan thuis in stukjes of prakt u die? Hoe gaat dat? Op allerlei manieren. Gekookt, gebakken. Ja. En met de papstip? Nee, nee, met jus. Met jus? Ja. En een lekkere groente erbij. Ja. Ik weet, in de oorlog kwam mijn vader met een mut eigenheimers thuis. Ja. En ik, vandaar dat ik ook met een eigenheimer heb ik wel wat. Maar dat is ook een klei aardappel. Ja, eigenheimer kom. Vroeger zeiden ze bij ons dat de eigenheimer maar uit de Bril kwam, rond de Bril vandaan. Dat zijn de echte lekkere eigenheimers. En ze kwamen ook uit Friesland vandaan. Maar dan heet het meestal Borgers. Maar dat is eigenlijk wel dezelfde aardappel, zou ik maar zeggen. En die werden, maar ja, dat is echt een oud soort ook. En de jongere mensen die hebben die niet zo graag. Maar omdat die moeilijk schilt en toch apart kookt, daar echt even door moet hebben. Ja, want je kan dat, wordt het nog wel gedaan, aardappeltjes in de schil koken en zo? Nou, dat is juist weer in. Vooral met buitenlandse soorten, rozenwal aardappeltje en dat zo. Veel in de schil gekookt en of in de oven gedaan. Dat is echt wel een apart eten en een lekker eten ook. Ja, oh. Het is 20 euro. Prima. Ik kom nu de Nicolai halen. En die gebruiken we al jaren, want daar houden we vrouw zo van, een lekkere vastkoker. Ah ja, ja, ja. En dat wil zeggen niet kruimig? Niet kruimig, nee, nee, nee. Nog meer soorten die je wel eens geproefd hebt? Ja, we hebben ook wel eens die zoete aardappel geprobeerd. Ja? Maar die viel me eigenlijk een beetje tegen. Daar had ik meer van verwacht eigenlijk. Maar die is dan te zoet? Die is weer te zoet, ja. Ja, ja. Maar dat doe ik wel eens op de barbecue, dat vind ik ook wel lekker. In de aluminiumfolie, ja. Beetje boter erbij. Juist. En nou, dan is je top hoor, de aardappel. Geweldig. En, kunnen alle kanten ermee op eigenlijk. Eet jullie ze wel eens in de schil ook, koken in de schil? Ja, ja, dat doe ik wel eens. Ja, ja. En dan gewoon uitlepelen, hè. Dat is doorsnijden. Juist. Beetje boter erop, nou fantastisch. Hmm. Dat is geweldig. Later loop je in de rond. Ja, inderdaad, ja. Ja. Nou. Dankjewel. Moet ik even spieken, mag dat? De Zeeuwse bonkers. En waarom die? Omdat ze lekker groot zijn. Dan hoef ik om maar één per keer te schillen. Oh, je scheelt ze altijd? Ja, dat wel, ja. En één, eet je één aardappeltje? Ja, nee, het met z'n tweeën. Ja, één aardappeltje, kijk. Oh ja. Nou, dat zijn beesten. Dat dacht ik. Altijd door de Malta's. De Malta's? Ja. Lekkere kruimige aardappel. Dus, ja, trouwens maken we er eens van, hè. Een lekkere kruimige aardappel bij het visje. Een gelijk scholletje bij je gestolde paling. Dus. Maar die Malta's, die zijn er toch niet altijd? Nou, dat heer je door, hoor. Ja, toch wel. Ja, hoor.
Maar nu heb je de nieuwe. Nu hebben we de nieuwe. Zo gaan we de nieuwe er zijn, gaan we over op de nieuwe. Ja. Hey, en die koken in de schil dan of zo? Hoe gaat dat? Nee hoor, we schillen ze gewoon. Niet te schrappen? Nee, dat is vreemd. De Spakenburger doet de schil eraf. Die schrapt ze niet? Nee. Dat is niet lekker in de schil. Nee. De schil die zit in de grond. Ja. Maar je zegt er ook wel een beetje groente bij natuurlijk, hè? Ja, zeker weet ik. En dan op je bord een beetje prakken en zo? Met een beetje stip erbij, hè? En dan een lekkere muis ervan maken. Een muis? Ja, dat doen we. Ze smaken maar een muisje, hè? Wat is dat, een muis? Dat is geprakte aardappelen en groente. Ah, ja. Oh. Moet ik ook eens proberen dan? Moet je doen, Ed. En welke soort gaat hier nu het meest? Door elkaar, doorheen wel. We hebben dus straks weer de echte Zeeuwse drees van de veiling dan. En dat worden later dan de winterdrees, de resonant. En ook wel Irenes worden hier ook nog veel, waar je op andere markten bijna niet kan verkopen worden. Hier spaken we nog wel gewaardeerd op. Een bakje koffie hoort erbij, hè? Ja, zeker weten. Bakje koffie met een koekje. Ook nog eens. Ja, ja, ja. Nou, dat ziet er goed uit, zeg. Ik pak het koekje en de koffie, dat neem ik zo van... Ja, ik zal hem even hier opzetten. Ja. Hey, bedankt. U hebt net, het is een familiebedrijf, hè? Ja, uw vader heeft het... is die vroeger dan boer geweest daar in het zuiden des lands? Nee. Die is echt eerst vroeger heel vroeger in de haven gewerkt. En nog in de Biesbos, in het rietsnijden geweest. En toen zag hij ze aan begonnen met aardappelen naar Rotterdam. Dat is bij ons vandaan 30 kilometer, zou ik maar zeggen. En zo is dat langzamerhand begonnen. Vroeger vonden ze dat heel raar in die tijd, dat we de aardappels naar de markt gingen, want hier bij ons in de buurt is er echt wel een aardappelstreek. En dan was bekend dat ze juist met auto's langs de deur venten, zou ik maar zeggen. Ja, ja. En toen ging mijn vader beginnen op markt in Rotterdam en Den Haag. Maar dat was heel raar, dat wij niks zeiden. Ja. Maar inmiddels vechten ze om een plaatsje bekend op een goede markt dus. En toen heeft hij jullie enthousiast gemaakt, jullie doen dat met uw broers samen? Ja, nee, nou alleen mijn broer is helaas overleden, samen met een paar goede ja, knechten, mag ik niet zeggen, met medewerkers. Ja, ja. Maar geen zoon die er mee in draait? Nee, een dochter, die zit er ook in. Ja, en die vindt het leuk? Ja, die staan daarna op de markt dan elke dag, dus die vindt het wel leuk. Hey. Wat hebt u voor lievelingsaardappeltje gekocht? Ik heb wel lekker Malta aardappels. Malta, ja? Heel lekker aardappels. Ja. Eet u die altijd? Ja, nou niet altijd. Er komen ook wel eens wildsterren. Dat is ook een geweldig... Ja? Is dat een kruimig aardappeltje? Ja, een lekkere, bloemrijke aardappel. Nou. Heel mooi. Heel smakelijk. Ja, dankjewel. Hebt u een bepaald aardappeltje wat u lekker vindt? Die. De Frieslander. En hoeveel mag het zijn? 5 kilo. Is dat een Frieslander? Dat is een Frieslander. Ah. Ik heb de Malta's gekocht. Ook al Malta's? Ja. En ik heb hem nou als in het kinderzitje gezet. Ja, dat is makkelijk. Dus ik heb het kind op de fiets. Ja. Ja. Kind op de fiets. Ja, precies. En thuis schilt u ze dan? Ja, ik schil ze, ja. U krapt ze nooit, schrappen? Nee. En ook niet met een heel dun schiller. Oh, anders gooi je te veel weg. Dat doet u zelf? Dat doe ik helemaal zelf, ja. Dat besteedt u niet uit? Nee. Waar komt nu de aardappel? Want je hebt in Holland de tulpen, die komen uit Turkije vandaan. En de aardappel, waar komt die oorspronkelijk vandaan? Echt heel ver terug gaat, komt die uit Zuid-Amerika vandaan. Oh.
Daar is het eigenlijk door toen de tijd met die zeilboten meegekomen naar Europa en vooral hier naar Nederland. En dan is Nederland eigenlijk daarin gaan specialiseren. En toch eigenlijk een van de vooraanstaande landen op aardappelgebied. En zeker op het pootaardappelgebied wordt hier in Nederland eigenlijk het meeste research en het meeste verkocht. Ja, ja. Dan heb je in het noorden heb je dus de zandaardappel, hè? Zandaardappels, die zijn niet voor de consumptie. Ja, sommige mensen kennen dat ook wel der, maar die worden ook vrij veel geteeld voor de zetmeelindustrie. Zetmeel, precies. Ja, ja. Ja, dat wel, maar sommige mensen vinden juist een zandaardappel wel lekker hoor. En om deze tijd krijg je echt een duinzandaardappel. Dat is echt wel een apart soort aardappel, zou ik maar zeggen. Die worden al gewaardeerd. Ja, ja. En dan heb je dus de pootaardappeltjes. Wat is nu het verschil? Ik weet wel, dat is een aardappel, maar waarom is dat nu precies een pootaardappeltje? Ja, die wordt echt geteeld daarvoor, echt bepaalde middelen op gebruikt en die wordt kleiner, korter op elkaar gebouwd, dat is ook niet zo groot worden en echt constant gekeurd en in de gaten gehouden geselecteerd voor pootaardappelen. Die gaan echt heel de wereld over. Daar is Nederland zeer bekend in op, dus dat is echt wel een specialisme. U komt hier altijd aardappels kopen? Ja, ik kom hier altijd aardappels kopen, ja. Ja. U gaat niet naar de supermarkten en zo? Nee, dat is hier een vast loop zo, hè. Ja. Weet je dat je wat goed krijgt? Ja, sowieso. En moeten ze nou thuis schillen ook of niet? Ja, natuurlijk. Oh ja, er zijn mensen die willen dat niet. Die besteden dat uit. Nee, we schillen ze zelf hoor. Ja, ik ben een paal, ik wou niet storen. Bedankt. Hè. Super even. Niks aan de hand, hè? Nee, prima. Super. Zo, feestje vandaag. Nou, feestje voor de kerk. Oh, juist. Kijk, hartje hangt eraan. Zie je? Voor de vorm van de kerk, hè? Ik zie het. Ja, ik wist al zoiets, maar goed. Ja. Mooi. Nou, mooi, hè? Prachtig boeket. Ja, gaan we de kerk zetten. Ja. Dankjewel en, hoor. En succes met de aardappels ook verder. Ja, dankjewel hoor. Doei. Dag hoor. Dus vraag, hè, welk aardappeltje u nu gekozen heeft vandaag? Nee, ik heb helemaal geen aardappels gekocht. Nee? Nee. En waarom komt u dan hier? Voor de uien. Voor de uien? U eet geen aardappels? Jawel. Maar die koop je niet hier? Ja, altijd. En welke aardappel dan? Wildstar. Wildstar. En waarom? Die zijn de lekkerste. Die zijn de lekkerste? Ja. Kruimig? Of juist niet? Beetje kruimig? Ja, tussenin, ja. Jij houdt niet van kruimig? Nee. En ook niet glad? Nee. En je schilt ze thuis? Ook dat nog. Wat wil je nog meer weten, wou ik vragen? Ja, inderdaad. Ja. Nou, niet zoveel meer. Okay. Dat was het. 4, 10 en 10. Dankjewel. Okay. 35 gasten. Alsjeblieft. Dan krijg je 30 cent bij, hè? Weet je wat ik zo handig vind? Dat jullie die zakken zo mooi dichtknopen. Ja. Heb je er lang over gedaan voordat dat lukte? Ja, een paar weekjes. Ja? Ja, dat duurde wel even, maar in het begin ging het een beetje onhandig. Maar als het na verloop van tijd dan gaat het steeds sneller en dan ja. Ga je lang mee naar de markt hier? Iets meer dan een half jaar. Dus. En je vindt het, je wil erin doorgaan in de markt? Nou, ik denk het niet. Nee? Alleen als baantje maar. Ja, ja. Ik vind het een leuk baantje. Het is, ja, ja. Het is erg leuk. En je bent ook wel eens in andere plaatsen geweest? Nee. Ik kom hier zelf vandaan. Dus, oh, je komt hier zelf vandaan. Ja, kijk eens makkelijk. Nou, kijk eens aan. Ben zo op de markt en dan. Ja. Maar wat wil je later zelf gaan doen? Heb je al een idee? Nee, nog niet. Oké, nou je hebt nog tijd om erover na te denken. Ja, hè?